Dit is een verhaal over water. Een verhaal over helder en zuiver drinkwater. Het komt bij u thuis uit de kraan en dat vinden we allemaal de gewoonste zaak van de wereld. Iets meer dan 100 jaar geleden waren er in Nederland grote problemen. Vervuild water zorgde voor cholera- en tyfusepidemieën. Stadsbesturen uit die tijd lieten riolen aanleggen, zodat stinkende sloten konden verdwijnen. En er moest zuiver water worden aangevoerd. Dat zuivere water was er, onder de duinen. Eeuwenlang was het regenwater, gefilterd door het fijne duinzand, in de bodem gezakt. Er kwamen tappunten voor drinkwater in de stad en vanaf 1900 kregen de huizen een eigen aansluiting. Zo ontstond Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. Zuiver water uit de duinen was een geschenk van de natuur. Maar de wereld veranderde en de welvaart in Nederland nam toe. Iedereen ging steeds meer water gebruiken. Het bleef niet bij dat ene kraantje in de keuken, het wekelijkse baden en de vaste wasdag op maandag. Onze welvaart maakte ook de behoefte aan water groter. En zo werd op den duur te veel water aan de duinen onttrokken. De natuurlijke voorraad duinwater werd en wordt daarom aangevuld met voorgezuiverd rivierwater. Dit is de afgedamde Maas. Hier wordt op de grens van Brabant en Gelderland rivierwater ingenomen. Het water gaat eerst door microzeven, waardoor het gebruik van chloor overbodig is. Chloor werd toegevoegd om te voorkomen dat bijvoorbeeld larven van mosselen en sponzen zich zouden afzetten tegen de wand van de transportleiding. Nu gebeurt dat dus met microzeven. Deze zijn zo fijn van structuur dat ze alles wat groter is dan 3500ste millimeter tegenhouden. Nadat het water is gezeefd, wordt het naar het pompstation in Bergambacht getransporteerd. Daar wordt het met zandfilters verder voorgezuiverd. Vervolgens gaat het via grote pijpleidingen naar het duingebied tussen Monster en Katwijk, zo'n 55 kilometer verderop. In de duinen komt het water terecht in infiltratieplassen en zakt het langzaam naar beneden de duinen. De zandlagen werken als natuurlijke filters. Het water blijft zo'n 2 maanden onder de duin. De overheid heeft vastgesteld aan welke hoge kwaliteitseisen het voorgezuiverde rivierwater moet voldoen om het te mogen infiltreren in de duinen. Terecht is iedereen zuinig op dit belangrijke natuurgebied. De duinen zijn erg belangrijk voor een bedrijf dat drinkwater maakt uit duinwater. Maar de waterwinning heeft soms negatieve gevolgen voor de duinen. Daarom voert Duinwaterbedrijf Zuid-Holland een actief natuurbeheer. Zo wordt een aantal infiltratieplassen opgeheven en waterwinningen ontmanteld. Natuurlijke natte duinvalleien kunnen hierdoor in ere herstellen. Zeldzame en waardevolle inheemse flora en fauna krijgen weer een kans. Waterwinning in de duinen op een kleiner oppervlak, dat is het streven. Dat kan bijvoorbeeld ook door diepinfiltratie toe te passen. Een methode waarbij voorgezuiverd rivierwater direct tientallen meters diep in de duinbodem wordt gebracht. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland zoekt een juiste balans tussen waterwinning en natuur. Daarnaast biedt het bedrijf in de drukke Randstad vele mogelijkheden voor op de natuur gerichte recreatie. Na zo'n 2 maanden wordt het water vanuit de duin opgepompt. Maar dan is het nog geen drinkwater. Eerst wordt het op verschillende wijzen gefilterd. Er wordt poederkool toegevoegd om de smaak van het water zo aangenaam mogelijk te maken. Ook wordt het water onthard. De waarde van 13 graden Duitse hardheid gaat terug naar 8,5 graden Duitse hardheid. Iets meer daarover.
In de onthardingsinstallatie wordt de pH-waarde van het water verhoogd, waardoor de oplosbaarheid van kalk in het water vermindert. Door nu zandkorrels in het water te laten zweven, hecht de kalk zich aan deze korrels en kristalliseert uit. Als de korrels groter worden, dan zakken ze naar beneden, waarna ze worden afgevoerd. Het ontharde water verlaat de reactor aan de bovenkant. Zachter water beschikt over een lager lood- en koperoplossend vermogen. Dit is beter voor de volksgezondheid en het milieu. Voor de consument heeft zacht water nog meer voordelen. We noemen er 3. Het is beter voor de huishoudelijke apparatuur en bespaart dus geld. Bij de was is minder waspoeder nodig, het wasgoed is zachter en ziet minder grauw. En het geeft minder aanslag op glaswerk, tegels en kranen. Het productieproces is doorlopen. Duinwater is goed en betrouwbaar drinkwater geworden. Voor de kwaliteit zijn wij verantwoordelijk. De kwaliteitseisen waaraan drinkwater moet voldoen zijn in de wet beschreven. Het toezicht hierop is in handen van het ministerie van Vrom. Water moet aan veel normen voldoen. Zo mogen stoffen als lood, koper, nitraat, nitriet en fluoride bij levenslange consumptie geen invloed op de gezondheid hebben. Daarnaast is hygiënische betrouwbaarheid van groot belang. Dus ook voor bacteriën en andere organismen zijn normen vastgesteld. Afwijkingen in kleur, helderheid of smaak van water leiden tot klachten van consumenten. Die zijn ongewenst en moeten worden voorkomen. De kwaliteit van het drinkwater wordt doorlopend aan de gestelde normen getoetst. Niet alleen tijdens het zuiveringsproces, maar ook in het distributienet en bij de klanten thuis worden watermonsters genomen om de kwaliteit te bewaken. Kwaliteitsnormen kunnen ook veranderen. Zo is bijvoorbeeld het loodgehalte in drinkwater fors verminderd door gewijzigde Europese drinkwaternormen. Daarom heeft Duinwaterbedrijf Zuid-Holland de afgelopen 10 jaar alle lode dienstleidingen vervangen door onder andere kunststof. Momenteel is men druk bezig de laatste lode leidingdelen uit het waternet te vervangen door andere materialen. Een waterbedrijf Zuid-Holland levert drinkwater aan 1,2 miljoen inwoners in het westen van Zuid-Holland. Alle medewerkers en specialisten zetten zich hiervoor in. Zo wordt bijvoorbeeld met speciale meetprogramma's en de nieuwste methodieken het beheer en onderhoud aan het drinkwaternet zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Dit net bestaat uit duizenden kilometers waterleidingen. Om alle klanten 24 uur per dag ongestoord drinkwater te kunnen leveren, is beheer en onderhoud essentieel. U als consument kunt blindelings vertrouwen op de kwaliteit van het door ons geleverde drinkwater. In ons land vinden we dat de gewoonste zaak van de wereld. In veel ontwikkelingslanden kunnen de mensen zich dat niet voorstellen. Gebrek aan zuiver water is daar een van de grote problemen. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland levert een actieve bijdrage om er ook daarvoor te zorgen dat er op zoveel mogelijk plaatsen schoon drinkwater te krijgen is. Een verhaal over water is nooit af, want de wereld verandert, alles verandert. Dus ook een duinwaterbedrijf. Maar één ding blijft. Het leveren van zuiver drinkwater is en blijft een boeiende uitdaging.